Ja, ik heb het hier, ik heb het kadaar toch met alle dingen geen kant heen op. Zo. Krijg je niet af en toe een neiging om het lekker te proeven? Nou jongen, het is zo gigantisch lekker. En allemaal verse wijnen, nieuwe wijnen. Verse wijnen. Prachtig. Men zegt een oud wijntje toch beter en lekkerder is. Dacht je van wel? Men zegt. Ja, rode wijn. Andere kopen, of ik kan het weten. Maar dit is natuurlijk prachtige mooie wijn. Wat we hier prachtige allemaal gekregen hebben. Ja. Pak eens een mooie, prachtige mooie rode wijn. Dat doen we, Kees. Een show maar eens eventjes. En als je hier van dit merk nooit gehoord hebt. Aliwin, Aliwin. Een echte, heerlijke Franse wijn, denk ik. Ja, zeker. Ja, nee, nou zeg je denk ik. Nee, je moest het zeker weten, toch? Wijn uit Chili zet erop. Kan best lekker wezen. Ik heb er wel verstand van wijn. Ja, ik ga uit van wel. Ik moet eigenlijk in de les van... even van de André Koopman. Ja, ik denk dat het wel een keertje moet. Zeker weten. Maar de wijnen zijn wel uitgezocht door iemand. Ik zag geen nummer. Wie zit er in die boot? En dames, elk jaar is het weer een verrassing wat er gebracht wordt. Een hele grote verrassing, ja. En hoe is het dit jaar? De score? Ja, op zich ziet het er wel leuk uit, maar veel van die reisjes en zo, dat is ook leuk. Maar... nou, het komt weer helemaal goed vanavond. Komt helemaal weer goed. Komt echt nou, morgenavond. Hè? We moeten morgenavond. Ik kan net zeggen. Anders vanavond zou wezen, dan... Nee, dat was niet best. Het gaat helemaal goed komen. Gaat, we gaan verder. Met een fles Koeberg. Hoeveel jaren doe je het al? 44. 44 jaar. Ja, nee, de Ronald is 47. Die zat nog niet op school, dus ik kan nagaan. Jij hebt het toen van je vader overgepikt. Ja, ja, dat pastoor Ruiter hier... En hoeveel jaren jij alweer? Nou, met een tussenpauze, ja. Nou, ik was in jaren 17, 18, toen zat ik aan de overkant bij... Ah, je hoeft je leeftijd niet te vertellen, maar... Nee, maar heel lang al. We schatten het in. Hey, maar Joop, hoeveel jaar jij al? Kees, laten we niet over de jaartallen praten, maar het zal ongeveer 41 jaar zijn. 41 jaar? Nee. Ja, nee, zeker weten. Nee. 72 ben ik begonnen. Dus, toen kwam Karel Zatmer al naar me toe, hij zegt, Joop, hij zegt, ik heb een mooie klusje voor je. Mooie klusje? Ja joh, kerkenveiling, ik heb niet zo erg veel tijd, wil jij dat overnemen van me? Dus vanaf dat moment ben ik eraan begonnen. Heb je een goeie gepikt? En nou heeft hij geen werk, hij is natuurlijk ook in de fut. Maar hij komt niet meer dus terug. Ik denk, zal ik Kees weer terugvragen? Zou het kunnen. Dat hij mij weer opvolgt. Of zo. Hé? Dus zodoende. Zodoende. Ja.